Vorige week heb je kunnen zien hoe door middel van slimme verlichting je een schilderij of je gordijnen beter uit de verf kunt laten komen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er in huis te vinden is. Dus ik ben benieuwd wat Jeroen deze week voor ons in petto heeft. Jeroen, waar gaan we deze week over hebben? Ik wil je deze week laten zien wat je kan doen met verlichting in een boekenkast. Maar iedereen heeft thuis wel een boekenkast. Je ziet vaak dat het een soort donkere plek kan worden in je kamer. En dat kun je oplossen door het licht in die kast te monteren. En wat voor verlichting kan je daarvoor gebruiken? Dat werkt het beste met LED-stripjes. En dan moet je LED-stripjes kiezen die de kast inschijnen. Die erop gemaakt zijn dat je, er niet in kijkt. Mm-hmm. Maar dat licht precies valt op de dingen die je juist wil laten zien. Want daar gaat het om. Ja, en dan krijg je dus echt een heel leuk effect. Vind ik wel. Ja. Nou, bedankt voor deze verlichtende tip weer. Ik vond hem leuk. En volgende week dan zijn we er natuurlijk weer met een tip. En waar gaan we het dan over hebben? Dan wil ik je iets laten zien over verlichting in de keuken.